welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een nieuwe make-up collectie testen. Ik ga de My Power Is collectie van Essence testen. Het is echt een mini collectie, super klein, slechts 3 producten. Maar het leek mij toch gewoon alsnog leuk om er een videootje over te maken. Omdat Essence en Catrice gewoon altijd heel populair is hier op mijn kanaal. Jullie willen altijd alles zien van deze twee merken. Dus ja, dan ga ik ook gewoon lekker alles reviewen. Ook al is het een kleine collectie. Ik vond de collectie er wel echt prachtig uitzien. Ik vind ook het concept heel leuk gedaan, heel apart gedaan. Dus ik ga jullie alles vertellen over deze collectie. En ik ga natuurlijk ook alles aanbrengen. En dan gaan we gewoon kijken wat we van deze collectie vinden. En of het echt je geld waard is. Maar ja, het is sowieso Essence. Dus het is sowieso allemaal super goedkoop. Maar ik hoop gewoon dat de kwaliteit, ondanks de lage prijs, gewoon goed gaat zijn. Dus ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ben je net zo benieuwd als ik? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met de video. De Essence My Power Is collectie bevat 3 producten. Een oogschaduwpaletje, een primerspray en een lipstick. Ik heb het niet gekregen in PR of zo. Ik heb het gewoon echt gekocht bij de Kruidvat gisteren. Deze hele collectie gaat over de 4 elementen. Vuur, water, lucht en aarde. Dus daar is heel deze collectie op gebaseerd. Ik heb wel een persbericht gehad over de collectie. Dus ik zal even snel vertellen wat erin staat. De collectie is by the way limited edition. Dus hij gaat weg. Hij is te koop vanaf januari tot en met begin februari. Oké, in het berichtje staat: de Griekse filosofen geloofden al in het grote belang van de 4 elementen. Vuur, water, aarde en lucht. De bijzondere natuurkrachten vormen de basis van het universum en zijn nauw verwant aan de tekens van de dierenriem en hun kenmerken. Elk van hen heeft bepaalde sterke punten en krachten toegewezen. Geïnspireerd door de elementen heeft Essence de Trend Edition My Power Is gecreëerd. Met hun kleuren en ingrediënten doen de 4 oogschaduwpaletten, hydraterende primersprays en lipsticks denken aan de kracht van vuur, water, aarde en lucht. En hun buitengewone effect op de 12 tekens van de dierenriem. Oftewel gewoon sterrenbeelden. Oké, je hebt dus vuur, water, aarde en lucht. Ik ben gegaan voor vuur, omdat vuur mij persoonlijk meer aanspreekt. Als ik mijn persoonlijkheid zou moeten beschrijven aan de hand van de 4 elementen, zou ik gaan voor vuur. Want ik heb best wel een vurige persoonlijkheid. Ik ben best wel passievol. Dus die matchte het beste met mij. Ondanks dat mijn sterrenbeeld niet hoorde bij vuur. Mijne is maagd, 18 september. Ik moet wel zeggen, don't attack me, but I don't care about sterrenbeelden en al die shit. I don't care. Ik vind het ook vaak gewoon onzin. Want als je naar mijn persoonlijkheid kijkt en naar mijn maagd sterrenbeeld, komt het echt altijd totaal niet overeen met elkaar. Dus ik heb daar echt helemaal niks mee. Maar voor de mensen die er wel iets mee hebben, is dit ook een hele leuke collectie. De vuurcollectie is voor de sterrenbeelden ram, leeuw en boogschutter. Ze behoren tot de vuurtekens en worden als buitengewoon enthousiast, gepassioneerd en geestig beschouwd. Hun favekleur is rood en dat zie je ook terug in het Fire oogschaduwpaletje. Nou, dat is letterlijk mij beschreven. Dus ondanks dat ik maagd ben, ben ik toch gewoon gegaan voor de vuurcollectie. Maagd hoorde officieel bij de collectie. Oké, nou dat was een beetje informatie over de collectie. Laten we gewoon nu gewoon gaan beginnen aan de producten. Ik ga beginnen met de primerspray. Dit is de Essence My Power Is Fire Hydrate and Prime Mist. Kijk even deze verpakking hoe mooi. Je hebt ook hier zo van die stenen. Kijk, ze bewegen ook helemaal. Er zitten gewoon stenen in. Oh my god. Dit is dus een hydrating prime mist. Die moet je aanbrengen als gezichtsprimer voordat je begint aan je make-up. En dit gaat dan je gezicht hydrateren en preppen op de make-up, waardoor je make-up gewoon beter aanbrengt. En deze stenen hier zijn hier niet voor niks, want die geven een bepaalde vibe af of zo, een bepaalde rust. Het zijn amethyststenen, als ik het goed uitspreek. Er staat bij dat de stenen van de vuurspray een kalmerend effect hebben op alle vurige persoonlijkheden. Ik ga hem gewoon even sprayen. Ik hoop dat hij gewoon fijn sprayt. Wel weer zo'n agressieve spray, maar het ruikt echt heerlijk. Ik snap niet waarom Essence hun sprays altijd zo agressief maakt. Het is nog wel net oké. Het is nog niet over het randje dat ik het te vind. Het is nog oké, maar het is wel een agressieve spray. Hij is wel heel verkoelend. Dat vind ik heel fijn. En de geur is echt
heel apart. I like it. Ondanks dat hij toch wel een tikkietje agressief is, vind ik het wel gewoon fijn als primerspray. Godzijdank had ik ook op tijd gezien dat het een primerspray was. Want ik ging er gewoon vanuit dat het een fixing spray was. En die moet je aanbrengen aan het einde van je make-up. En dan zou ik me nou al helemaal hebben opgemaakt. En dan erachter zijn gekomen dat ik die ervoor moest aanbrengen. Dus gelukkig had ik dat gezien. Hij is ook een beetje plakkerig. En dat is vaak met een primerspray. Want dan blijft de make-up goed zitten. Ja, ik vind het fijn. Ik vind de spray op zich wel fijn, ondanks de agressiviteit. Oké, het volgende is een oogschaduwpaletje. Dus ik ga me gewoon nou eventjes helemaal opmaken en dan kom ik zo bij jullie terug. Nou, ik heb mijn gezichtsmake-up helemaal gedaan. Ik ben er ook heel blij mee. Ik ben heel blij met hoe mijn gezichtsmake-up is geworden. Want ik heb een aantal productjes getest om te zien hoe ze gingen werken. Maar alles werkte gewoon goed samen, gelukkig. Ik ga nou beginnen aan mijn ogen. Ik heb hier dus het Fire oogschaduwpaletje. Het is echt een klein oogschaduwpaletje. Maar ik vind de verpakking wel echt heel erg cute. Op de achterkant staan de kleurtjes. En je kunt hem gewoon zo openmaken als een soort van cadeautje. En dit zijn dan de kleuren. Hele warme kleuren. Vooral oranje kleuren en zo. Ik vind dit allemaal best wel zomers. Ik vind de hele vibe die ik hier vandaag heb best wel lente zomerachtig. En I like it. Ik ben echt helemaal klaar met de kou. Ik ben helemaal klaar met winter en herfst. Ik ben echt toe aan dit. Oranje, felle kleuren, warme tinten. Dit paletje heeft 9 kleuren. En het is een mix van matte kleuren en glanzende kleuren. Helaas krijgen we geen spiegeltje. Maar ja, de prijs is ook wel heel erg laag. Ik moet zeggen dat Essence oogschaduwen niet altijd het beste zijn. Dus ik heb niet al te hoge verwachtingen. Maar ik ga gewoon eventjes kijken wat voor look ik hiermee kan maken. Dus we gaan inzoomen op de ogen. Ik ga beginnen met de felle oranje kleur hier beneden. Die breng ik aan met mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. En die kleur ga ik helemaal aanbrengen in mijn hele arcadeboog. Oké, de kleur blendt een beetje weg terwijl je het aan het blenden bent. Dus ik pak heel de tijd meer op en dan breng ik het aan. En dan brengt het gewoon goed oranje aan, zoals je kunt zien. Maar dan als je het gaat blenden, dan blendt het een beetje weg. Dat is wel jammer. Dan ga ik in met een iets donkerdere oranje matte kleur. Die kleur breng ik dan ook aan in mijn arcadeboog. En ik blijf een beetje onder die andere kleur. Maar deze kleur zie ik echt helemaal niet. Ja, trouwens jou wel. Ik zie een klein beetje. Die kleur breng ik dan ook aan op de onderste wimperrand. Oké, dan ga ik aan de slag met de glanzende kleuren. Ik ga beginnen met een beetje een meer donkere kleur. Ik ga beginnen met de donkere glanzende kleur hier. Ik maak ook mijn kwast nat met fixing spray. Dat doe ik echt altijd als ik inga met een glanzende kleur om de glans wat heftiger te maken. En die kleur ga ik dan aanbrengen hier zo in de hoek en ook in de binnenste hoek. Oeh, die kleur is heftig. Wow, dat had ik niet verwacht. Kijk hoeveel pigment er van afkomt. Ik ben echt een beetje in shock. Wow, dat is echt prachtig. En die kleur breng ik ook aan in de binnenste ooghoek. En ik laat het in het midden open, want daar breng ik een andere kleur aan. Oh mijn god, ik ben echt een beetje in shock met hoe heftig deze glanzende kleur aanbrengt. Wauw. In het midden ga ik deze felle oranje glanzende kleur aanbrengen. Wauw, die is ook al zo heftig. Oh mijn god. Ik vond de matte kleuren niet zo goed werken. Dus ik had ook niet echt hoge verwachtingen van de glanzende kleuren. Maar de glanzende zijn echt amazing. Dan pak ik weer deze matte kleur hier. En met die kleur ga ik bij de randen blenden. Ik gebruik mijn Zoeva 227 kwast. Is een platte fluffy kwast. En dan ga ik zo een beetje de randen van die glanzende kleuren inblenden met de matte kleuren. Ik zie wel dat ook de glanzende kleuren een beetje verdwijnen. Dat wat ik net ook had met de matte kleuren, gebeurt nu ook met de glanzende kleuren. Kijk, dit verdwijnt gewoon helemaal.
Ik breng even iets meer aan van die middelste oranje kleur, want die moet wel echt poppen. Het paletje is gewoon iets te poederig, waardoor alles gewoon steeds verdwijnt. Het paletje heeft een heel klein beetje fallout. Er valt een beetje van die glanzende kleuren op mijn gezicht, maar ik kan ze er gewoon zo makkelijk afvegen met een kwast, dus dat is wel fijn. Oké, dit is het dan. Dit is de ooglook. Ik vind het al met al wel gewoon een mooie ooglook. Alleen ja, ik had gewoon een aantal problemen, zoals ik net ook al vertelde. Alles verdwijnt gewoon en dat vind ik echt heel zonde. Ik ga even mijn ogen afmaken. Ik ga een wing maken, mascara, nep, wimpers, etc. En dan gaan we beginnen aan de lippen. Ik kom zo bij jullie terug. Oké, mijn oogmake-up is nou ook helemaal af. De wimpers die ik op heb zijn van mijn eigen wimpercollectie in samenwerking met Boozy Shop, de Fab Lash Lashes. Dit is echt de stijl van mijn drie wimpers die ik echt altijd draag. Ik draag echt bijna altijd Fab Lash. Oké, dan ga ik verder. Het laatste product is voor de lippen. Qua lipsticks doet Essence het altijd best wel goed. Ze hebben altijd best wel goede lipsticks voor een lage prijs. Dus ik ben benieuwd naar deze. Dit is de matte lipstick, ook van de vuurcollectie. De verpakking is heel mooi, zo goud. En dan hierop staat vuur. En je hebt dus nog drie andere kleuren voor de andere drie elementen. Twee zijn een beetje een nude kleur. En het water element is een beetje een wat meer fellere kleur. Dus water en vuur hebben de meest felle kleuren. En ik heb rood, want het is vuur. Dus obvious gaan ze dan voor een rode kleur. Dit is hoe de lipstick en de kleur eruit ziet. Het is een matte lipstick en echt gewoon een cliché rode kleur. Ja, het ziet er echt heel mooi uit. Omdat het zo'n felle kleur is, ga ik hem wel aanbrengen gecombineerd met een lippotloodje. Ik gebruik deze rode van Max & More van de Action in de kleur 317. Deze kleur komt echt perfect overeen met deze lipstick. Of ja, perfect. Het is gewoon een goede combo. Dus deze ga ik samen aanbrengen. Kijk even hoe mooi, jongens. Wauw, ik ben echt impressed met deze lipstick. Zoals ik al zei, doet Essence het altijd heel goed qua lipsticks. En dit is ook echt geen uitzondering ervan. Super gepigmenteerd. Het is een matte finish, maar hij brengt wel heel creamy aan. Het is dus niet zo'n super, super droge, stroeve, matte lipstick. Dus hij brengt echt heel creamy aan, maar de finish is gewoon echt een matte finish. Zoals hij wordt beschreven. I love it. Deze lipstick echt, I love it. Prachtig. Ik vind het ook heel mooi staan met deze look. Ik vind de hele look van vandaag echt prachtig. Ik ben er heel blij mee. En dat was het dan, jongens. Dit was het laatste product van de collectie. Dus we zijn helemaal klaar. Nou, dit was het dan. Dit was de hele Essence My Power is Fire collectie. Want ik heb dus gekozen voor vuur. Ik zal even snel vertellen wat ik van de collectie vind. Deze primer spray vind ik echt best wel fijn. Ik zie mij die echt wel vaker gebruiken. Hij bracht een tikkeltje agressief aan, maar het was echt niet too much. Ik kan er nog wel gewoon mee werken. De geur is ook heel fijn. Er wordt dus gezegd dat door de stenen hier het een beetje een kalmerend effect geeft. En ik denk dat het echt te maken heeft met de geur die hier vanaf komt. Het is best wel een kalmerende geur, als ik het zo kan beschrijven. Dus ik denk dat het echt de geur is. En dat klopt wel. Qua geur, het is inderdaad een hele zachte, soft geur. En I like it. Ik zie mij deze echt zeker nog wel gewoon gebruiken. Het paletje vind ik helaas niet zo. Ondanks dat de look wel gewoon mooi is geworden. De matte en de glanzende kleuren, allebei. De glanzende kleuren was ik, toen ik ze net aanbracht, helemaal van onder de indruk. Ze brachten echt heel heftig aan. Alleen zodra je begint met blenden, blend gewoon alles helemaal weg. En je moet blenden. Je kunt geen oogschaduw aanbrengen en het gewoon laten voor wat het is. Je moet altijd blenden. En het blendt gewoon helemaal weg. Het is gewoon te poederig. De prijs is heel laag en de kwaliteit is ook heel laag. Deze lipstick is echt de winnaar van vandaag. Oh mijn god, ik wil gewoon de drie andere kleuren ook gaan halen. Ze gaan dus weg. Deze collectie is nog maar te koop tot begin februari. Dus als je ze wilt, wees snel. Maar ik vind het echt fantastisch. Ik ben echt onder de indruk van de kwaliteit van deze lipstick. Dus deze twee producten raad ik aan. En het paletje helaas niet. En that's it. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Like always. Laat me weten wat je ervan vond beneden in de reacties. Laat me ook weten wat je van de make-up look vond. Het was vandaag een beetje zomers, een beetje tropisch. En ja, that's it. Dan ben ik klaar voor vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!